What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leaving. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. En met vandaag een review met mij, Oroen. En mij, Mirza. En je zal je afvragen, ja, jullie hebben afgelopen dinsdag ook al een review gedropt. Waarom droppen jullie nu 2 per week? Nou, dat zit zo. Wij zeggen altijd aan het einde van de aflevering, nou, wil je een film bekritiseerd hebben? Laat het ons weten. En zo kregen we via DM kregen we een berichtje binnen van Dirk Gunther Moore. En hij zei, hebben jullie de film Grenzeloos Verraad al gezien? Nou moesten wij helaas antwoord opgeven van nee, geen van ons heeft de film nog gezien. Maar we gaan hem zeker checken en we gaan hem ook reviewen. Dus vandaar zitten we hier. Ja. En we zijn net, wat zal het, een uur terug? Ongeveer. Een uurtje, ja, ongeveer, iets meer dan een uurtje. Ja, 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 ja. En nog vers in het geheugen gaan we vandaag de film Grenzeloos Verraad bespreken. Mm. Side information, Grenzeloos Verraad is 30 maart in de bioscoop verschenen. Althans, dat heb ik gelezen. Ik weet niet in hoeverre het klopt. Dat was een artikel wat ik heb gevonden. Heeft 10.000 bezoekers behaald met een kristallen status. En ik las dat hij binnenkort te zien is op Netflix. Dus nou, dat scheelt. Hij draait nog in een aantal bioscopen. Filmhuizen. Filmhuizen, arthouse. Cinema's misschien. Ja. Hij is niet overal te vinden inmiddels. Want het is nu al wel een tijdje geleden. Maar ik las wel dat ze een soort van deal hebben met Netflix, dat hij misschien op Netflix komt te staan. Mm. Ik weet niet in hoeverre het waar is. We komen er vanzelf wel achter. Ja. Ook werd erbij gezegd, er was een budget van €300.000. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk wel een budgetfilm. Aan de hand van die informatie gaan we het ook bekritiseren. Ja. Of recenseren, niet per se bekritiseren. Mirza, waar gaat de film over? Het begint eigenlijk over dat... je ziet in één keer Based on a True Story. Ja, gebaseerd op waar gebeurt het verhaal. Het gaat over Ludwig, die half Duits en half Nederlands is. Ja. En uiteindelijk een stukje van zijn jeugd, dat zijn vader... In de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog. Is overleden in een loopgraaf. Ja. En daarna wordt hij zelf commandant in de Tweede Wereldoorlog. Bij de Duitsers. Bij de Duitsers. De Duitsers. En ja, en je ziet volgens mij heel tijd de struggling van zijn identiteit, heb ik het idee. Van, omdat hij half Nederlands, half Duits is. Ja. En ik denk dat dat vooral gericht op is, op die hele film. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja, ja. Dus het is ook een verhaal van iemand die in de werkelijkheid ook 2 nationaliteiten had. Die vocht voor de Duitsers, maar tegelijkertijd ook Nederlands was. En ik denk dat hij een beetje in de clinch raakte nadat hij in Nederland een boerderij moest bezetten. Als een defensielinie tegen de geallieerden van, volgens mij waren het de Fransen, Nederlandse. Mm-hmm. In de film zagen we vooral Fransen. En Russisch ook in het begin, maar dat was dan de andere kant van het land. Je ziet ook dat hij dan naar de andere kant, naar de Nederlandse grens wordt gestuurd. Ja. Terwijl op de boerderij onderduikers zitten. Ja, inderdaad. Joodse onderduikers. Ja. En tegelijkertijd is hij niet de enige Nederlandse Duitser. Daar zit nog iemand in het SS, is dat dan. Mm-hmm. Martin Schoonma. En Martin Schoonma die heeft ons bericht over de film wilde recenseren. Dus klopt. Vandaar. wat had je verwacht, Mirza? Wat had ik verwacht? Ja. Een soort van... zoals de meeste Nederlandse oorlogfilms. Een soort van uit de visie vanuit... vanuit het verzet, zeg maar. Het verhaal vanuit het verzet. Is het misschien niet interessant omdat we het een keertje nu van een andere kant zien? Zeker. Ik vind, is dit ook misschien een niche? Soort van? Want het waar gebeurt verhaal is niet echt meer niche in Nederland, nee, of wel? Want we hebben de Zwartboek, we hebben de Oorlogswinter, we hebben heel veel verhalen inmiddels gehoord. Nee, maar toch dat het verhaal speelde zich vooral op het grensgebied af. Ja. En het was zoals de commandant Ludwig, dat hij ook half-half was, zeg maar. Ja.
En je zag dat hij dan bij de Duitsers werd hij de Vliegende Hollander genoemd. Vliegende Hollander. Maar bij de Nederlanders werd hij dan de Duitser genoemd, ja, die tegen de Nederlanders vecht. Dus ja, hij werd van beide kanten, werd hij de hele tijd zeg maar geduwd naar de andere kant op een of andere, ja, manier. Je ziet ook denk ik heel goed de struggle van oorlog. Ja. Ja. We hebben dat ook eerder gezien in All Quiet on the Western Front. Dat soms best wel lastig kan zijn. Ja. En hier ook weer. Zelfs zijn Duitse troepen, daar heb je dan toch een band mee. En dan krijg je de opdracht om een linie te beschermen. Waarvan je weet, het is gewoon een zelfmoordmissie. Ja. Toch zeggen van jongens, ga maar terug. Ja, ja. Dus dat. Ja, ik had, wat had ik zelf van verwacht? Ik had zelf... ja, het was toch een budgetfilm. Ja. Ik ging er niet in als een Hollywood, ja, Hollywood topfilm. Dus mijn verwachtingen waren ook niet zo extreem hoog. Mm-hmm. Alhoewel, ik weet het niet zeker. Is 300.000 van Nederland een budgetfilm? Ik denk voor het project zelf is het wel een budgetfilm. Okay, ja, ja, als je, vooral, ja, als je kijkt, je hebt uniformen, je hebt tanken, je hebt decoraties en noem het maar op, explosieven, ja, enzovoort. Ik denk dat het voor een oorlogsfilm wel een budgetfilm is. Ja. Nou ja, zo'n Project Geo of wat dan ook. Als je, ja, of als, ja, een YouTuberfilm, dat is geen, ja, dat, ja, dan is het echt gewoon een flinke budget, 300.000. Ja, 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 ja. Nou, wat heb je gezien? Wat ik heb gezien? Ja. Ja. Hoe bedoel je wat ik heb gezien? Ja. Nou, wat heb je voor, wat viel je vooral op in de film? Ja. Wat waren de pluspunten? De pluspunten? Op zich, ik vond de special effects en zo vond ik best wel goed eigenlijk gedaan. Voor een low budget. Gewoon die schoten en van alles en nog aan die... Ik zeg je wel, ik denk niet dat het precies special effects zijn. Oh, ja, ik denk sommige... Want je zag sommige kledingstukken bij een schotwond zag je ontploffen. Ja. Dat is niet per se... dingen. Special effects, dat is gewoon, denk ik echt gewoon zo'n patroon dat knalt in je shirt. Okay. En daarmee lijkt het alsof je echt geraakt bent. Ja. Dat vond ik eigenlijk best wel goed gemaakt. Ja. Ja. Ja, jij dan? Ik vond ja, sommige oorlogsscènes waren goed. Ja, maar dan moet ik ook in acht nemen dat het een budgetfilm is. Ja. Dus ik wil niet gelijk met de grond gelijk maken. Sommige oorlogsscènes waren gewoon goed, alleen het leek zo klein, omdat ik denk misschien het gebied was niet zo groot waar ze het filmen. Het speelveld was klein. Het speelveld was het klein. Het speelveld wat ze hadden was te klein. Ja, en met, ja, ondanks dat waren sommige oorlogsscènes wel gewoon echt goed. Ja. Of ja, oorlogsscènes, schietscènes, ja, de ja, hoe noem je dat? De groepen tegen de groepen. Ja, ja, ook vanuit de visie vanuit de loopgraven, weet, ja, je wel. Ja. Dat ze daar vast zaten, dat ze daar schoten, ja, tegen de... Ja, in de eerste scène tegen de partizanen. Ik merk wel, de bij ons schiet de oorlogtermen schiet een beetje te kort. Ja. wat ik ook apart vond, ik wist dat niet. Nou ja, nu is mijn kennis over de oorlog ook niet zo extreem groot. Ja. Dat er verschillende takken zijn dat in het Duitse leger. De SS en de partij wat die Duitse soldaten waren, was weer totaal wat anders. Oh ja, ja, klopt. Ik weet daar verder ook niet echt heel veel van. Nee. Maar de SS was volgens mij wel iets extremer. Qua, want dat zag je ook in die executie. Zeg, ja, maar de SS die had die executeerde van alle kanten. Terwijl de Ludwig daar zelf wel problemen mee had. Ja. Ja. Met mensen executeren. Ja, maar dus ja, dat is bij Ludwig is dat hele film wel lastig. Ja, oké. Okay. Nee, tuurlijk. Maar zelfs die soldaten die verwachten eigenlijk, die konden niet wachten om eindelijk naar huis te gaan. Die, ja, stonden niet te wachten om de partizanen te gaan executeren. Ja. Weet je wel, toen ze dat hoorden, dat bevel, dachten ze ook van, waar gaat dit over? Ja. Ja. En, ja. Oké. Okay. Ja, het is een vrij korte aflevering, denk ik zo. Want ja, we hebben nu helemaal niet zo heel veel kennis. Want we hebben wel informatie dat de film geregisseerd is door Dennis Bots en Thomas Nauw. En aan het einde zagen we ook... wat was het? Guy Nauw? Guy? Ja, de film was opgedragen aan Guy Nauw. Ik heb dat niet opgezocht, maar volgens mij is dat dan gewoon de broertje. Okay. Vader of iemand, ja, van de regisseur. Ja, ja, ja. De film zelf is geschreven door Peter Nielsen. En Peter, ja, Nielsen is Ludwig zelf. Onder andere door Peter Nielsen. Want ik heb even kijken, Rob Kamies en Peter Nielsen als schrijver, okay, heb ik opgeschreven.
Het verhaal was natuurlijk waar gebeurd. Maar dan kom ik bij een punt waarvan ik eigenlijk een beetje kritiek heb. Het verhaal is gebaseerd op waar gebeurd verhaal. Laten we dat voorop stellen. Dus dan kun je niet echt veel veranderen? Het mag wel. Ja, oké, het mag wel. Want het is gebaseerd op. Dus het is niet per se... Precies. Het verhaal is waar gebeurd. Ja, 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 ja. Het is gebaseerd op. Ik had niet per se een emotionele band met zowel Ludwig als Andreas. Aan het einde hebben ze dus geprobeerd om de situatie van Andreas... want Andreas die heeft Ludwig alsnog bevrijd. Ja, een soort van koste wat kost. Heeft hij hem bevrijd. En daarna is hij daar gestorven in de armen van Ludwig. Maar ik heb niet echt een band gehad met Andreas. En dan zou ik zeggen waarom dat is. Andreas die verschijnt en Andreas die gaat opeens dood. Ja, ik had dat ook wel wat meer willen zien. Want je ziet ook dat hij... wanneer Ludwig in bed belandt, zeg maar, vanwege de explosie en vanwege zijn oog, dat hij Andreas komt eraan en zegt hij, jij hebt me voor de zoveelste keer gered. Ja. Dus je ziet wel, er is een soort van hechte vriendschap. Maar ik heb het zo gevoel, het is wel geprobeerd. Er is geprobeerd, precies. Maar het is niet gelukt. Juist. Ik denk dat het misschien wel was gelukt als je meer backstory van Andreas had gegeven. Ja. Ja. Koude winterdag misschien. Samen hebben ze het koud. Zitten ze aan de kachel, dicht bij de kachel. Even lekker opwarmen. Ondertussen haalt Andreas iets uit zijn zak. En Ludwig vraagt, wat is dat? Weet je wel. En hij zegt, dat is mijn dochter, mijn vader, dit en dat. Ik kreeg vroeger veel klappen. Ja. Ik noem maar wat, hè. Ja. Dat je dan meer empathie had voor Andreas op het moment dat hij sterft. Ja, en ook voor Ludwig ook. Ludwig ging aan het einde, kwam niet te overlijden. Ik had ook niet echt het gevoel van, ik ga nu even een traantje laten. Want Ludwig die wilde nou eenmaal dood. Ludwig riep al de hele film, schiet me door mijn kop, schiet me door mijn kop. Hij had al een zelfmoordpoging gedaan, toch? Ja, daarom. Dat vond ik ook raar. En in één keer kwam er een partizan, zat daar achter de bosjes. En dan schiet hij mis. Ja, ook nog. Nee, hij raakt wel, maar hij wilde door zijn eigen kop schieten. Dat was de grap. Nee, dus dat. Nee. Ja, ik had qua verhaal... dus echt dat emotionele randje dat ontbreekt. En dat is dus echt gewoon... Ja, we hadden niet echt een band met geen van de acteurs. Ja. Verder ook, volgens mij was er ook zo'n scène met Ludwig en Schoonma, heet het toch? Ja, Schoonma. Maar was zo'n beetje de good cop, bad cop. Zo'n gevoel had ik dat de relatie tussen hen zat. Toch? Dat is ook een goed iets. Kijk, stel je voor, hij was er niet. Dan had je dan gewoon een feel-good film. Ja. Soort van. Ja. Elke keer wanneer hij binnenkwam, namen de tensions toe. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een goed aspect van het film. Ja. Wat ik wel nog bij wil zeggen, wat ik wel jammer vond. Is te veel handheld-scènes. Handheld in de zin van camera. Ja. Yeah. Ik snap het. Mm-hmm. Je wilt shock-effect creëren. Ik ben even een naam kwijt. Dat is dan als je bijvoorbeeld camera op schouder achter iemand aanrent. Yeah. De drama-effect neemt toe als je camera trilt en je rent achter hem aan als cameraman zijnde. Mm-hmm. Maar soms was het te veel. Soms had je zelfs één-op-één gesprekken waarbij je gewoon de camera ziet bewegen. Het was een beetje te veel gebruikt. Ja, oké. Okay. Ja, dat is mijn mening. Je kan daarmee oneens zijn. Dat gevoel had ik. Nee, maar... maar voor... in acht nemen dat het een budgetfilm is. En voor Nederlandse termen... Best wel goed. Best wel goed, vind ik best eigenlijk. Best wel goed. Ja. We gaan het niet vergelijken met Amerikaanse en andere buitenlandse oorlogsfilms. Daar niet van. Nou, ik pak even mijn laptop erbij. Want ik weet bijvoorbeeld de Zwartboek, dacht ik. Even kijken of het ook waar is. Ja, Paul Verhoeven. Ja. Ja, dat is wel een heel andere klasse. Paul Verhoeven is gewoon heel veel Hollywood. Hollywood-regisseurs kijken gewoon op naar Paul Verhoeven. Dus daar kan het natuurlijk niet tippen, denk ik. Denk het ook niet. Maar... Nog één ding. De Ludwig komt binnen en praat met de boer, zijnde. Ja. Ik heb... daar heb ik... daar dacht ik echt bij mezelf... had even een voorbeeldje van... Inglourious Basterds erbij gepakt. Hoe fucking goed die openingsscène is... van Quentin Tarantino's Inglourious Basterds. Hoe de tension wordt gecreëerd. Hoe de status wordt aangegeven met een... cheap pijpje tegen een wat duurder pijpje. Want hij had in één keer zo'n grote toeter uit zijn zak. Hij steekt hem op. Ja, klopt. Hoe hij
de druk op hem voert. Hoe kalm de een is, hoe ongerustig de andere is. Mm. Over the shoulder filmt hij bijvoorbeeld de Duitse generaal. Maar dan zie je de shot van de boer is dan bijvoorbeeld solo. Dan staat hij echt alleen in het beeld. Mm. Het gevoel van, oké, hij staat er alleen voor. Hij wordt echt in een nauw gedreven. Had dat stuk erbij gepakt, dan was misschien het tafelscène waarbij de Duitse generaal binnenkwam, was misschien echt... Ja. Beter goed gestolen dan slecht bedacht. Daar heb je gelijk in. Mirza. Meer kan ik ook niet vertellen over de film. Ik ken de achtergrond van de meeste acteurs ken ik niet. Nee, ik ook niet. Dus ja, ik kan ze ook niet allemaal bekritiseren van hij is goed, hij is slecht. Maar daarom... desalniettemin vind ik het wel een goede film. Dat moet ik wel eerlijk zijn. Het is zeker een goede film. Goede film. Goede film. En daar gaan we het mee afronden. Gaan we mee afronden. Conclusie en rating. Rating van de 5 stars. Ik geef het een 3 sterren. Ik had ook hetzelfde in gedachten. Ja. We zijn de slechte punten waren meer dan de goede punten. Maar overal is best een goed verhaal. Ja. Vooral omdat het waargebeurd verhaal is. Zeker. Ja, Nederland heeft ook niet heel veel geschiedenis. Dat je over iets anders kan schrijven dan de oorlog. Ja. Ja, toch? Dus ja, ik gaf het ook 3 sterren, man. Ja. 3 sterren rating. Daar zijn we het over mee eens. En daarmee geven wij Grenzeloos Verraad 3 sterren. Yes. Nou, dames en heren, dit was de review van Grenzeloos Verraad. Ja. Mocht jij ook iets gerecenseerd willen hebben door ons, laat het vooral weten via een DM'tje. Ja. Voor nu, abonneer op ons via YouTube. Abonneer op ons via Spotify of op Apple Podcast. Terwijl je daar bent, laat ook even een review achter op Apple of op Spotify. Geef even een like via YouTube. Laat een reactie achter via YouTube. Ja, volg ons ook op Instagram en op TikTok. We delen genoeg leuke video's. En voor nu, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joejoe. Hasta la vista. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.